Ik ben Dorien Rookmaker en ik zit in het Europees Parlement als onafhankelijke volksvertegenwoordiger in Nederland. Ik woon in Hattem, ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. En ik heb vroeger altijd bij de bank gewerkt en een tijdje bij ProRail. Je bent een echte Hattemer. Hoe lang woon je hier al? Vanaf 2006. En ben je al een beetje ingeburgerd? Ja, dat voelt wel zo, ja. Ik ga in Hattem niet meer weg. En je bent getrouwd met? Rijn van der Sleen. Die is bekender dan ik zelf ben. Want die heeft in de raad gezeten voor D66 en de VVD. In de interview in de NRC was je nogal kritisch op het huidige generatie Europarlementariërs. Ja. Je noemt ze grijze muizen. Ik vermoed niet alleen om hun haarkleur. Nee, er zitten zelfs hele... Ze zijn niet allemaal oud of zo. Dat is het punt niet. Maar het punt is dat... Kijk, in het Europees Parlement werkt het toch een beetje anders dan in de Tweede Kamer. We zijn met 29 Nederlanders in het Europees Parlement. En in totaal zitten er 702. Na de verkiezingen in 6 juni... zitten er 31 Nederlanders in een parlement van 720. En zelfs onze grote partijen zijn maar flintertjes in grote fracties. Dus je moet iets bijzonders meebrengen. Bijvoorbeeld expertise, kennis van zaken. En je moet ook heel goed weten wat je wil en dat goed kunnen overbrengen en kunnen netwerken. En dan is het belangrijk dat je durft te zeggen wat je belangrijk vindt. En daar schort het aan, want 70% van de Nederlandse volksvertegenwoordigers... die hebben een ambtelijke achtergrond en die krijgen de opdracht mee van hun partijen om zo min mogelijk op te vallen. En dan, dan wordt het Nederlandse belang ondergesneeuwd en dat is jammer. Zie je dat beeld bij alle landen? Of zijn er ook landen die zeggen van nou, we verwachten van jullie dat je opkomt voor onze belangen? Het is heel verschillend, maar ik vind wel dat Nederland er in negatieve zin uitspreekt. Ik zit bijvoorbeeld ook in de Canadese delegatie. Dat betekent dat wij met een groep parlementariërs van alle politieke kleuren contacten onderhouden met Canadese parlementariërs. Dat is heel leuk en heel leerzaam. Maar wat je dan ziet is bijvoorbeeld dat Duitse Europarlementariërs naar Canada gaan met een hele duidelijke opdracht. Namelijk contracten voor energievoorziening halen. En die zijn veel duidelijker bezig met het belang van de kiezer. En je merkt aan ze dat ze heel toegewijd zijn en dat ze heel goed weten wat er op het spel staat voor de kiezer. En dat geldt ook voor de Italianen. Ja. Maar mis je bij de Nederlandse delegaties? Ja, de Nederlanders zijn over het algemeen heel erg politiek bevlogen. En ook heel moeilijk te bewegen om samen op te trekken voor het Nederlands belang. Dat is heel jammer, er zijn wel pogingen gedaan. Maar het blijft toch heel erg in hokjes en vakjes. En dat zie je bijvoorbeeld bij Italianen en Spanjaarden niet. Als er een belangrijke functie is of er is een belangrijk punt in het Europees Parlement te behalen, dan gaat links en rechts in Italië en Spanje gewoon verenigd optrekken om het binnen te slepen. Ik heb in een interview van jou gelezen dat stemmen op een traditionele partijkandidaat in het Europees Parlement staat wel gelijk aan een anti-Nederlandse stem. Daar schrik ik toch wel van. Dat is wat krachtiger nog dan je nu zegt. Ja, dat komt omdat, kijk, in het Europees Parlement zijn er eigenlijk 3 fracties die heel belangrijk zijn voor de besluitvorming. En dat zijn de socialisten, de christendemocraten en de liberalen. De liberalen worden door de Fransen gedomineerd. De christendemocraten worden door de Duitsers gedomineerd en de socialisten door de Spanjaarden. En deze 3 fracties, met name de socialisten en de christendemocraten, die hebben een hele stevige partijdiscipline. Dus ook onze Nederlandse volksvertegenwoordigers, die moeten heel erg met die fracties meestemmen. Als je dus voor een christendemocraat of voor de komende verkiezingen voor BBB of NSC stemt, nieuw sociaal contract, dan stem je eigenlijk voor de Duitse EPP. Dus voor mensen die dat overwegen, zou ik zeggen, kijk even wat de Duitse CDU voor plannen heeft met Europa. Kijk even wat de partij van Macron met de plannen heeft voor Europa als u VVD of D66 overweegt.
En als u denkt aan het stemmen voor PvdA GroenLinks, kijk dan eventjes wat de Spaanse socialisten van plan zijn met Europa. Want daar stemt u dan in feite voor. En dat is niet in het belang van Nederland. Ja, soms wel hè, en soms niet. Het is niet zo dat Europa alleen maar slechte dingen doet. Dat is helemaal niet waar hoor. Ik ben ook echt wel een EU-fan. Hè? Dus de doelstellingen van Europa, die kan ik helemaal onderschrijven. Maar het komt vaak neer op de uitwerking waar ik teleurgesteld over ben. Want wetgevers die weten vaak niet hoe de wetgeving in de praktijk uitwerkt in de landen. En Nederland kent een hele andere situatie dan bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Daar hebben ze helemaal geen stikstofprobleem, om maar wat te noemen. Ik moest mijn Duitse collega's uitleggen wat dat überhaupt was. En toen ik het ze uitgelacht had, zeiden ze: waarom heeft Nederland niet gewoon zijn veto gebruikt? Tja. Wat gaat Dorin hieraan doen aan dit beeld? Nou, wat ik in ieder geval wil doen is onafhankelijke politici naar Europa brengen. Ik heb een lijst samengesteld met 5 onafhankelijke kandidaten. Het zijn allemaal vrouwen. En ze hebben allemaal werk- en levenservaring. Ze weten dus heel goed wat het is om door wet en regelgeving getroffen te worden of om ermee te werken in de praktijk. Ze kennen de praktijk heel goed. En ze hebben ook een duidelijke ambitie. En daar kan iedereen dus op stemmen. En ik vermoed dat als ik die onafhankelijke stemmen naar Europa breng, dat dat een goede invloed zal hebben op alle andere vertegenwoordigers. Want die moeten dan toch ook wel aan de bak. Dit is een nieuwe partij, begrijp ik? Het is geen partij. Het is een platform. Ik noem het wel eens een Airbnb voor politici. Dus volksvertegenwoordigers die voor meer directe democratie op de lijst staan, die kennen geen fractiediscipline. Die mogen zeggen, denken en stemmen wat ze willen. En het directe contact is dus niet met de partij die het mandaat geeft, maar met de kiezer. Dus ik ben zo ook aan mijn kandidaten gekomen. Ze hebben mij actief benaderd en ik ben uit het parlement de straat op gegaan om met ze in contact te komen. Zo heb ik bijvoorbeeld op de lijst staan Paula Bauer. Die is gedupeerde van het toeslagenschandaal. Die kwam in Europa protesteren en we hebben contact gehouden. En ik vind haar een uitstekende kandidaat. Want zij weet wat het is om door regelgeving getroffen te worden. Maar heeft ze dan dat ene onderdeel dat ze daarin gespecialiseerd is? Of kan nee. In de hele breedte kan ze meepraten? Nou, ze zal zich voor de komende mandaatperiode vooral richten op de digitalisering van Europa, de wet en regelgeving bekijken om te zien hoe pakt dit uit voor de kiezer. En kan de kiezer, als hij getroffen wordt door wet en regelgeving, kan hij dan nog wel ergens terecht bij een loket? Kan hij nog wel met een mens van vlees en bloed spreken? Ja. En niet met een computer? Dus het is wel veel breder inderdaad. Dus in het kort komt het hierop neer dat de Hattemus, waar moet u op stemmen? Ja, nou ik vind het eigenlijk natuurlijk op mij, maar ja, mag je natuurlijk niet zo zeggen. En hoe heet je op platform? Meer directe democratie. En ik hoop dat ze dat doen, maar ik kan ze natuurlijk niet dwingen. Ik heb de kiezers niet aan het touwtje. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je een mandaat hebt van de kiezers en dat je bij alles wat je doet de kiezer in gedachten blijft houden. En dat beloof ik, dat zal ik doen. En wat voor lijstnummer is het? Dat weten we nog niet. Want vandaag is Rijn met alle administratieve pakkelari naar Den Haag. En welk nummer wij krijgen op het stemformulier. Stemformulier, dat valt nog te bezien, dat weten we niet. Maar je komt er wel op. Dat wel, want we hebben de ondersteuningsverklaringen en alles in orde, ja. Nou, ik wens je heel veel succes en ik hoop dat je de grootste partij wordt. Nou, wat fijn, dankjewel.